Nou, er waren dermate ernstige bedreigingen gericht op uh, de heer M. en daarmee ook zijn gezin. Dat we eigenlijk geen goede waarborgen konden bieden dat zij daar veilig konden leven, maar ook uh, buurtgenoten meer. Het waren echt uh, uh, hele duidelijke, feitelijk onderbouwde feiten: van. Uh, ja, van uh, Criminelen die niet zouden terugdeinzen om daar iedereen die voor hun loop zou komen neer te schieten. Kijk, het zou raar zijn als ik zou zeggen: Nou heeft de rechter gesproken en nou zijn alle feiten opeens niet meer aan de orde. Ik krijg vanuit politie nog steeds dezelfde informatie tot de dreiging nog steeds acuut is. Maar Danny M. heeft al die tijd gezegd: Ja, maar zelf wil ik helemaal niet terugkeren naar Nijmegen. Ja, weet u, als dat zo is, dan snap ik niet waarom men naar de rechter is gestapt. Nou ja, omdat zijn gezin ook nog steeds hier mag terugkeren en daar gaat het hem om. Ja, kijk, maar het gaat, om de, mij gaat het om de dreiging. Mij gaat het niet om een gezin wel of niet aan elkaar. Mij gaat het om de dreiging. Uh, en ook zijn uh, vrouwen en zijn kinderen maken gewoon onderdeel uit van de gezin Dit zijn uh, mensen die maken niet snel onderscheid. Uh, sterker nog, niet alleen het gezin loopt in gevaar, maar zelfs mensen in, in de buurt. Vandaar dat ik ook heb uh, besloten deze vergaande maatregelen. Ik wil dat ze niet meer in, in hun huis uh, wonen. Want als het alleen hun dreiging was, maar dit is een dreiging die ook mensen in de buurt, die bij wijze van spreken toevallig met een kinderwagen voor lang. Lopen en dan ook deel maar kunnen uitmaken van de kogeregen. Dat vond ik een uh, niet te accepteren risico. En de verkoop van het huis, want dat willen ze eigenlijk. Hè? Ze willen graag dat het bord weggaat, het huis verkopen, want ze willen er niet eens meer terugkomen. Heeft u al gezien dat ze het huis echt in de verkoop hebben? Ik heb nog nooit één advertentie, op website. Weet u dat bord. Waarin u verwijst, als een bord wat er geplaatst is, dat zij niet in het huis mogen komen. Dat bord is weggehaald, uh, omdat ik met hem mee uh, zat te denken. Maar vervolgens hebben ze geen enkele aantoonbare poging gedaan om weg te gaan. Ik betwijfel echt serieus. Ze zeggen het wel, maar of ze echt serieus weg willen gaan. In een tijd waarin huizen als broodjes, als warme broodjes op plank gaan, zie ik dat dit huis niet wordt aangeboden, niet actief wordt aangeboden. Ik heb er niet gehoord van een makelaar of zo die het aanbiedt. Uh, uh, dus u zegt het, ik kan het niet met u constateren. Is dat ook de reden dat u het bord weer heeft laten terugplaatsen? Dat is precies de reden waarom ik hem terugplaats, uh, omdat ik wel duidelijkheid naar de buurt, want daar heb ik ook mee te maken, wil bieden van de nee, situatie is nog wat ze is.